Os als kweekvijver van multinationals. Echo van het industrieel verleden. Os was vroeger de hoofdplaats van het Maasland. Dat was door de regelmatige overstromingen een vruchtbare grond voor vee en vlees, melk en boter. Een gezonde basis voor de vele industrieën die in Os ontstonden. Sterker nog, terugkijkend was Os een prima kraamkamer voor multinationals. Anno nu kan je de visuele echo van het industrieel verleden van Os op diverse plekken ervaren. In Frankrijk wordt de formule voor kunstboter ontdekt. En in 1871 bouwt de familie Jurgens de eerste margarinefabriek ter wereld. Een jaar later volgt boterfamilie Van den Berg. Van den Berg en Jurgens groeien vele jaren later samen met andere bedrijven uit tot Unilever. In Molenstraat 13 zit nu een ijssalon. Dit pand was heel vroeger het kantoor van de margarinefabriek van Simon van den Berg. En dit was zijn fabriek. Een andere tak van de familie van den Berg ontwikkelde tapijtfabriek Berghos. Weer een andere industrietak in Os werd gevormd door de exportslachterijen. Met sterke spelers als de concurrerende vleesfabrieken van Zwanenberg en Hartog. Hartog leefde later binnen Unilever voort onder de naam Unox. In 1891 verhuisde de margarinefabriek Van den Berg naar Rotterdam. 38 jaar later gevolgd door margarinefabriek van Jurgens. In de leeggekomen Jurgensgebouwen ging Philips na 1929 verlichtingsproducten maken. Onder andere in deze voormalige melkkamer van Jurgens. Als bijproduct van vleesfabriek Zwanenberg ontstond in 1923 dochterbedrijf Organon. Organon Os produceerde de pil, die vanaf midden jaren 60 van de vorige eeuw wereldwijd miljoenen vrouwen tijdelijk gewenst onvruchtbaar maakte. Naast dit station van Os staat het kunstwerk Ode aan de pil van kunstenaar Chef Hoogstede. Onlangs is de iconische blauwe wand van Organon veranderd in een gigantische muurschildering van de 21-jarige kunstenares Rosalie de Graaf, als ode aan de vrouwengezondheid. Alle grote industrieën zijn inmiddels uit het centrum van Os verdwenen. Maar de herinneringen aan de oude industrie zijn talrijk aanwezig. Daarvoor gaan we nu eerst eens rondkijken in het nieuwe bergkwartier. Dicht tegen het centrum aan. Spectaculair is de wijze waarop de sheddaken van de oude Berghos-weverij zijn ingepast in het nieuwe project. Zo zag het eruit toen de Berghos-weverij nog volop in bedrijf was. En dit is de nieuwe situatie. Ik vind het een architectonisch hoogstandje dat een applaus waard is. Zaagtandaken komen ook terug in de nieuwbouwwoningen aan de Koningsloper als architectonische verwijzing naar de tijd van Berghos. De Koningsloper bevat nog een verwijzing naar het Berghos-verleden. De bestrating van de weg is gelegd in een patroon dat ook door Berghos zelf werd toegepast in zijn tapijten. Zoals gezegd, het bergkwartier is gebouwd op de locatie van de voormalige Berghos-weverij. Hier is de sloop in volle gang. En kijk, het nieuwe hotel heet De Weverij. Hoe kan het ook anders? En er is nog een echo uit het industriële Berghos-verleden. Het gebouw waar je nu naar kijkt is de voormalige wattendrogerij van Berghos.
En zie, zo is het nu opgenomen in de nieuwe wijk als restaurant, verbonden aan Hotel De Weverij. Weer een andere echo van het industriële verleden treffen we aan in de Kruisstraat. Cultuurpodium en horecagelegenheid De Groene Engel. Dat was ooit het kantoor van de margarinefabriek van de familie Jurgens. De inrichting van de horecagelegenheid herinnert aan dit verleden. Een glijbaantje in de vorm van een pakje solo margarine met gedeeltelijk gesmolten boter wordt nu aan het oog onttrokken door deze vier wandjes. Met wat moeite kan je je voorstellen hoe dit speelse element eruit ziet in het volle daglicht. Opdrachtgever voor de bouw van de monumentale stadsvilla Constance was Arnold van den Berg, zoon van margarinefabrikant Simon van den Berg. Arnold vernoemde het pand naar zijn dochter Constance. Toen de familie van den Berg in 1891 verhuisde naar Rotterdam, kwam het pand in handen van de familie Jurgens. Daarna wisselde het nog een aantal keren van eigenaar, totdat in 1980 het Jan Kunen Museum zich erin vestigde. Sinds 2001 is het gebouw een Rijksmonument. Museum Jan Kunen bouwt op dit rijke verleden nu hard aan morgen.